Dit is Kees, hij is acht jaar en heeft autisme. Hij zit in groep 4 van een gewone basisschool. Kees is normaal begaafd, maar geen makkelijke jongen. Hij praat veel en roept vaak ongevraagd door de klas. Hij stelt nooit vragen. De leerkracht kan moeilijk inschatten of Kees het allemaal begrijpt. Kees is moeilijk aan het werk te krijgen, dat kost veel tijd. Soms mag hij alleen werken in de kamer van de schooldirecteur als die er niet is. Daar wordt hij rustig van. Op het schoolplein is hij vaak alleen en weet niet wat hij moet doen. Soms is hij agressief naar andere kinderen. Eén keer per maand komt er een ambulant begeleider, die met de leerkracht en de intern begeleider praat over de aanpak van Kees. Deze ondersteuning van Kees wordt betaald uit een rugzakje. Zo redt Kees het net. Maar hoe moet dat verder met passend onderwijs?